Goedendag, kijk naar de weerswachting van Weerplaza.nl. Op de satellietfoto zien we weinig bewolking in de omgeving van Nederland. Alleen in het noordoosten en oosten komt wel mist voor. Die mist die lost in de loop van de ochtend op en daarna hebben we volop zonneschijn. Ik denk dat er amper een wolkje aan de hemel te zien is, zelfs nauwelijks een vliegtuigstreep. Temperaturen vanochtend 5 graden en vanmiddag lopen ze dan op naar 10 graden in Groningen, 13 graden in het zuidwesten. Steekt wel een oostelijke wind op, 3 tot 4 boevoer, die maakt het in de wind minder aangenaam, maar uit de wind is het echt genieten. Vanavond ook droge omstandigheden, helder en temperaturen dalen tot rond 5 graden. In de nacht kan het lokaal weer licht gaan vriezen. Morgen overdag is het dan minder vrij dan vandaag. Vanuit het noordoosten komen er wat meer wolkenvelden, alleen in het zuiden blijft het nog ronduit zonnig. Temperaturen gaan ook naar beneden, 6 tot 9 graden en morgen staat er nog iets meer wind dan vandaag. Zaterdag wisselen wolken en zon elkaar af, blijft het overdag grotendeels droog, maar in de avond kan er een druppeltje regen vallen. Zondag is het dan meestal bewolkt met af en toe regen of motregen, maar vanaf maandag gaan de temperaturen weer omhoog en keert de zon terug. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl